Want ik denk dat we echt wel mooie tegenstanders hebben gespeeld. Grote clubs, Arsenal, Man U, Everton, stadions, Goodison Park gespeeld. Ik denk dat het gewoon top is. Het is gewoon leuk. Weet je, toch weer een stapje dichterbij waar je wilt zijn, zeg maar. So far, I think we've had a good tournament so far. We've had, I think, 5 wins and 1 tie. So far, we've had good results. But yeah, it all comes down to the final tonight. We weten allemaal wel. Zeg maar, ik denk dat gewoon van binnenin zit, zeg maar, bij iedereen. Je speelt toch een finale, dat is niet zomaar. Zeg maar. Het is toch altijd anders dan een KKD-wedstrijd of een oefenwedstrijd. Het brengt altijd iets met zich mee. Een bepaalde druk of spanning of een vuurtje wat er binnenin gaat branden. Dus nee, dat moet wel goed komen. Yeah, I think there's for sure a little bit of a special feeling to it because you know that there's a little bit more on the line for this game. It's yeah, do or die. It's win or lose. There's no game after this, so there's obviously a little bit more, a little bit more tension for tonight's game. I think for sure. Jullie hebben echt hele mooie resultaten gehaald tot nu toe. Was je verbaasd dat jullie misschien zo goed waren ten opzichte van de rest? Ja, eigenlijk stiekem wel. Natuurlijk, als je de clubs ziet staan hoog aangeschreven. En bijvoorbeeld, ja, Arsenal hebben een grote overwinning geboekt. West Ham een enorme grote overwinning. Dus dat verraste me wel, zeg maar. Ook als we de beelden zagen, zagen ze er wel prima uit. Alleen ja, we waren gewoon wel stukken beter dan zij waren. Dus dat verraste me enigszins wel. Yeah, I think everyone was obviously a little bit excited. We're here in England away from home, so there's a little bit more excitement knowing that tomorrow there will be a final and that you know, it's our last game of the season and there's a lot on the line. So everyone was excited, smiling, ready to go and get prepared for the final. Hoe merk je dat in jullie groep nu? Is er meer spanning? Is iedereen misschien wat stiller? Merk je iets? Nou, ik vind het eigenlijk wel meevallen eigenlijk. We hebben het natuurlijk wel over gehad, gewoon met z'n allen van ja, boys, we willen eigenlijk gewoon echt wel graag winnen, zeg maar. We gaan gewoon gas geven, maar ik merk niet dat het, nee, dat jongens zich anders gaan gedragen of iets. Nee. Als ik jou zo'n beetje inschat, kun jij volgens mij best wel een soort van voetbalromanticus zijn. Je houdt van de dingen om het voetbal heen. Kan je dan ook genieten bijvoorbeeld zo'n wedstrijd tegen West Ham, dat je in zo'n oud stadion speelt wat bijna vervallen is, maar wel gewoon voetbal ademt? Ja, ik heb daar een beetje wel gemixte gevoelens over. Van de ene kant denk ik van ja, het heeft wel iets wat Engels was, zeg maar. Van zo kil en zo oud en maar toch wel voetbal. Maar aan de andere kant denk ik ja, ik hou toch ook wel van de sfeer eromheen, als het volle bak is. Fans tegen je, dat vind ik toch, als ik iets om moet kiezen, zou ik toch dat liever hebben dan. Er staat iets op het spel vandaag. De druk is hoog, we kunnen omheen draaien, maar die is gewoon hoog. Hoe ga jij daar persoonlijk mee om met druk? Poeh, ja. Vind ik een moeilijke vraag. Het is niet dat ik me per se heel druk ga maken of iets dat ik hele andere dingen ga doen. Ik denk dat die druk me uiteindelijk straks gaat helpen in de wedstrijd zelf. Van, ik moet toch echt, ik ga gas geven, ik ga me erin bijten, niet meer loslaten. Ik denk dat het bij mij wel enigszins helpt, zeg maar, de druk. En ik denk dat ik ook wel misschien van mezelf uit wel beter gaat presteren daardoor, als er enige druk bij zit van oh Neil, nu moet je echt. Dus ik denk dat mij wel. Yeah, personally I think I just listen to a little bit of music, just imagine a little bit what's going to happen in the game, maybe paint a couple pictures in your mind of how things are going to play out on the field, just to give myself an idea of what it may look like on the field tonight. If you lose tonight, we don't hope so, can you call this tournament a success for you guys after such a dominant and great performance so far? I think it'll still be a success because of the way we've showed ourselves so far and
in the games we've been dominant and showed how we can play football. But for sure we don't want to end on a losing note. That'll leave us here with a little bit of a sour end, which we obviously don't want. So it'll be for sure important for us to end on a high note with a win. Nee. Ik denk met de spelers die we hebben, de groep die we hebben, hoe we dit toen gespeeld hebben, zou het heel gezond zijn als je die finale verliest. Als je zo dominant bent en je weet iedereen te verslaan, dan kan je die finale, die kan niet achterwege blijven. Kijk, we zijn een topclub. Bij een topclub spelen toppenspelers, dat zijn jullie. Oké. Okay. Toppenspelers, wat is een toppenspeler? Toppenspeler, wanneer momenten moet je staan, dan moet je gaan staan. Dat is vandaag. Dus dan moet je de andere weer gaan managen. Welke scenario dan ook. Sta je 5-0 achter, sta je 5-0 voor. Eén doel is die schaal komt fucking niet. Hoe dan ook. Die schaal gaan we halen. Omdat we dat verdienen. 6 wedstrijden hebben we dat verdiend, gaan we ook 7 verdienen. He? Neem dat van maken. Die schaal gaan we halen. Kom. Hey, come on, man. Come on, come on, man. 3, 2, 1. One, two, three. On very few nights are the stakes quite as high as this. Back in August, 24 of the continent's best academies set their sights on European glory. 9 months later, just 2 remain. But it's one thing to make it here, it's another to go on and win it. It's free at the far post, and it's bubbled in. PSV have the first goal. Palace will have to do it the hard way. One back on the edge of the area. Oh, what a goal! Scott Banks announces himself back at Selhurst Park as he brings Crystal Palace level in the European final. Flicked on by Scott Banks, and now space for Adaramola to advance. And he has support through Rucksacki. Phillips off the crossbar, but the flag is up. It wouldn't have counted. And we are headed to extra time. Blocked away, and then off the crossbar. Titans again, pulled back, and there's the second goal. Van Durbin gives PSV the lead in extra time. And once again, Palace will have to come from behind. Is Colin, and what a way to win it for PSV Eindhoven. The third goal seals it. They will be lifting the Premier League International Cup. They will be the champions of Europe. And you can see from those celebrations what it means to them. Palace, who have fought so hard, they couldn't get past a really strong PSV Eindhoven side. Wees trots op je prestatie die je levert, ook op deze man naast. En
één team, elke keer. Oké, dan gaan we één keer afsluiten. Eén team. Dat is dan deze seizoen. Donderdag en vrijdag zaterdag.